Welkom bij een nieuwe aflevering van Kinderen voor Kinderen pakt uit. Hallo, goed dat je er weer bij bent. Ook deze week staat er weer een Kinderen voor Kinderen liedje centraal. En daarvoor gaan twee kids uit het koor op bezoek bij een BN'er die alles over het onderwerp van het liedje afweet. En als tegenprestatie mag de BN'er dan mee dansen, zingen en spelen in een gloednieuwe clip van Kinderen voor Kinderen. Het onderwerp van deze week is Hollywood. Dat je niet zomaar in Hollywood terechtkomt, maar daar heel goed voor moet kunnen dansen, zingen en acteren, weet natuurlijk musicalster Vianne van der Bos. Vianne kennen we als Juliette uit de serie Spangas, maar naast actrice is ze ook zangeres. Want sinds de 11e heeft ze al elke week zangles. De speciale Kinderen voor Kinderen reporters Shao en Niels zijn bij Vianne geweest in het theater bij Grease. Jongens, kom er eens even bij. Hey Shao, wat was daar nou zo bijzonder in dat theater? De auto vond ik heel erg bijzonder. De auto van waar Vianne elke avond in zit? Ja. Wat is er zo leuk, Niels, aan musical? Dat je iedere avond weer voor nieuwe mensen mag optreden. En ook dat je zingen en dansen tegelijkertijd mag doen. Je hebt me wel nieuwsgierig gemaakt. Laten we snel kijken naar jullie filmpje bij Grease. Zeker. Hoe vinden jullie het om hier te zijn? We zijn natuurlijk bij Grease, hier in Breda, in het Chassé Theater. En dit is onze kleedkamer. En hier zit ik met deze twee lieve meiden, met Anne Fleur en René. En die zitten ook in Grease. Echt heel spannend. Kennen jullie Grease een beetje? Ik heb de film wel op tv een keertje gezien, alleen dit is helemaal af. Nee, dus het is een beetje spannend. Ja, ik heb het wel. Heel klein beetje. Echt heel erg goed. Ja. Zullen we misschien bij de pruiken gaan kijken? Vinden jullie dat leuk? Kom, ja. Gaan we kijken, kom. Ja, dit zijn eigenlijk alle pruiken die we in de show op hebben. Mag ik iets voelen? Is dit nou echt haar of is dit gewoon nep? Nee, dit is echt haar. Want het voelt niet echt. Ja, het voelt niet echt, maar het is dus wel echt van... Het is dus wel echt haar. Hoe bereid je je eigenlijk voor op een volgend optreden? Dan gaan we helemaal een physical warming up doen. Zodat we heel goed kunnen dansen vanavond. En we gaan natuurlijk een zangopwarming doen. Bij deze stoel liggen al mijn kledingstukken. Dus... En moet je ook wisselen van kleding soms? Ja, heel erg veel. Ik vind dit een hele leuke jurk. Ik weet niet of die hier al hangt. Kijk. Wow, die is mooi. Die is mooi, hè? Wat moet ik nou? Hopeloos verlang ik naar jou. Zullen we naar de auto gaan? Gaat u weer maar in? Oké. Was het al? Ja. Oh, gaan jullie samen? Daar mag ik ook nog bij. Ja. Oh, ik mag nooit sturen. Danny mag altijd sturen. Zo. Ja, zo. Ben je zenuwachtig voordat je op het podium moet? Ik ben stiekem toch nog altijd wel een beetje zenuwachtig. En heb je nog tips om beroemd te worden? Ik denk dat het heel belangrijk is dat je er natuurlijk ook echt voor gaat. Maar ook natuurlijk dat je heel erg geniet van wat je doet. Kijk, daar komt ie. Zou een van jullie deze vast willen houden? Ja hoor. Oké. Nu is het vast. Wow. Nu al. Snel, hè? We hebben nu met jou mee mogen kijken en we gaan een nieuwe videoclip maken. En we zouden het heel leuk vinden als jij met ons mee zou doen. Oh, dat wil ik wel hoor. En dit is de videoclip. Is het dan moeilijk? Het valt al mee. Oké, dus ik ga het wel kunnen. Ja, ik denk het wel. Ja, oké. Dan moet je het wel leren hoor. Ja. Het is wel een beetje spannend, ja. Ik heb natuurlijk een liedje geleerd, Hollywood. En ik heb het vaak geluisterd, ik heb het veel geoefend. Dus ik ben klaar voor Hollywood, ja. Ik wil naar Hollywood.
Vianne heeft heel veel, gewoon heel veel talent. En dat vind ik gewoon heel mooi om te zien en om te horen vooral. En dit nummer past gewoon enorm bij haar. Qua tekst en gewoon qua muziek en volgens mij ook qua hoofd. Ja. Toch? Ja. Het ligt heel goed. Ja. Hier binnen is Vianne van der Bos. Ze is aan het repeteren en ik ben altijd een beetje verliefd op haar. Hallo. Yes, hallo. Ik ben Lex. Hoi, hi, Vianne. Hallo. Jij bent Vianne, hè? Ja, klopt. Ja. Hey, Vianne. Hoi. Wat heb jij met het thema Hollywood, Vianne? Goeie vraag. Ja? Goeie vraag, jongens. Met Hollywood, ik vind de tekst van het liedje heel erg leuk. Ja. Ik zit natuurlijk zelf ook een beetje zo in de make-up en in de feestjes. En ik mag elke keer optreden. En dat vind ik ontzettend leuk. En heb je al een vriend? Ja, ik heb al een vriend, ja. Oké. Oké, dan zie ik jullie zo. Ja, doei. Succes, hè, nog even. Dank je. Joe. Doei. Doei. Hoi. Hallo. Ik ben Kelly. Hi, ik ben Jen. Ik mist me. Hi, ik ben Jen. Hallo, wat leuk. Ja, wij gaan je vandaag de dans leren. Nou, de schoenen uit. Ja. Ik wil naar Hollywood laten staan. Ja. Want rockmuziek spikt. Met Vianne gaat het eigenlijk heel goed. Ik had ook wel hoge verwachtingen, dus ik wil eigenlijk dat ze heel veel doet. En dan is het wel snel, één repetitie, zingen, dansen, straks met de kinderen erbij. Maar ik heb er vertrouwen in. Hallo, ja, jullie ken ik toch? Ja. Ja, hoe gaat het? Hoi. Ja, hoi. Hoi, Vianne. Gaan we het gewoon gelijk op muziek doen? Ja. Ga op je plekje staan. Spannend moment. Ik vind het een spannend moment. Een musicalactrice die onderdeel wordt van het Kinderen voor Kinderen koor. Nou, ik ben heel blij dat ik er onderdeel van mag zijn. Want ze helpen me heel goed. En ik vind het heel leuk om met ze te zingen en te dansen. Ja. Zeg, jouw tegenspeler bij Grease is Tim Douwsma. Kunnen we niet een keer regelen dat ik gewoon één avondje dan ook jouw tegenspeler, jouw grote liefde in de musical ben? Ja, ik zal het hem vragen. Tim, als je een snippendagje wil, ik ben er hoor. Ik kom gewoon met Vianne lekker acteren en zingen en dansen en zoenen. Oké, ik ga je naar de set sturen. Zet hem op, hè. Hier zijn de kids van Kinderen voor Kinderen samen met Vianne van der Bos en Hollywood. Then now we can talk in English, because if you want to break through in America, Hollywood, then you have to talk English. Yes, that's true, but maybe we can speak Dutch. Oké, dat is goed. Ciao, hoe ging het? Ik vond het heel goed gaan. Ja? Ja. Heeft ze het waar kunnen maken in het koor van Kinderen voor Kinderen? Niels, eerlijk antwoord, hè? Jazeker. Yes. Nou, daar mag ik wel trots op zijn, toch? Zeg, kunnen wij er nu van uitgaan dat jij gewoon bij alle optredens in het land van Kinderen voor Kinderen erbij bent? Nou, dat zou ik wel leuk vinden. Jongens, willen jullie het ook? Ja! Nu kun je niet meer terug. Nee, nu gaat het gebeuren. Volgende keer bij Kinderen voor Kinderen pakt uit. En dan wil je dat ik dit ga zingen. Ja. Maar wel met jullie, toch? Ja. Actrice Priscilla Kneteman. Nee hoor.
Het is wel mooi. En jullie zie ik graag de volgende keer bij Kinderen voor Kinderen. Pakt uit. Doei! Doei!